Ja, ik zit hier met de slamiel en met de gelukkige man. Zo is het ongeveer. Nou, bedankt. Ja, vandaag, Joris. Je bent een gelukkig mens. Maar wat gebeurt er? Ik sta vlak eigenlijk aan de zijkant. En ik zie opeens... Nee, wat gebeurt er met je? Voor de wedstrijd, je hebt last. Waarvan heb je last? Ja, dat moet nog blijken natuurlijk. Maar ik maak een sprong en ik weet niet hoe het eruit zag. Maar ik kom er wel sprong of zo. Ik even voor de warming-up en er schiet een stekend gevoel in mijn knie. In je knie? Ja, in mijn knie. Dus dat moet nu nagekeken worden? Ja, ik weet niet wat het is natuurlijk, maar dat moet nog na. Misschien wil Jack er ook in. Jack wil er ook in. Je hebt een Polonaise beloofd, hè? Nou, staat op band, hè? We hebben geen benen. Dus kom op, ze komen in Polonaise, we hebben een afspraak gemaakt. Niet te vroeg, ja. Ja, nee, die afspraak staat er. Maar goed, dus dan heb je last van je knie, dan ga je naar de dokter toe? Ja, ik ging naar de dokter toe. Nou, je probeert nog wat met medicijn natuurlijk. Maar ik voel me het al daarna. Elke stap deed pijn. En dan ga je naar binnen. En geef je nog wel een pilletje even. Ja, ja. Maar daarna ga ik naar binnen met hem en dan probeer je natuurlijk nog alles te doen. Ze hebben nog even gekeken of er geen grote schade was op de pees zelf. Dat was niet zo gelukkig, maar ik voel me binnen aan en dan moet je denk ik ook zo professioneel zijn om de beslissing te nemen om niet te spelen. Betekent dat je vanavond of morgenochtend naar het ziekenhuis gaat om een scan te laten maken? Geen idee, hebben we nog niet over gehad. Nee. Zo snel mogelijk in ieder geval. Maar hoe gek is het voor je als je op de bank zit? Dat lijkt me verschrikkelijk. De wereld stort in voor mij natuurlijk. Ja. Je laat het in het begin niet blijken, want die jongens moeten eruit. Maar toen ze eruit waren, dan stort even je wereld in. Dit is de wedstrijd waar je naartoe hebt gewerkt. Heel je carrière misschien wel. Het is jouw absolute hoogtepunt. Kwartfinale tegen Brazilië. Ja, die valt in duigen. Dus dat was een teleurstelling. Ben je dan meer kapot op de bank, conditioneel gezien, zegt men wel eens, dan dat je voetbalt? Dat je dat zo aan je vreet ook? Ja, ik ben wel moe aan nu. Nee, dat is heel anders. Ja, dat heb ik ook niet zo vaak gelukkig meegemaakt. Maar het is vermoeiend als je daar op die bank zit. Je kan niks doen, je bent machteloos. En zeker als je geblesseerd bent, je komt er niet meer in. Dus je bent overgeleverd. Ja, ik was helemaal kapot aan het einde. Complimenten voor die bij PSV afgeschreven gek, hè? Want die hoort vlak voor de wedstrijd. Ja, dat is zo mal. Want ik heb tot nu toe heb je meegemaakt. Dan stond je voor de wedstrijd heel stiekem balletjes naar ons te schieten. Je was geconcentreerder, leek het dan anders. Net alsof je het voor voelt. En dan word je opeens... Heb je door dat er iets met Matthijs aan de hand is op het moment dat je bezig bent? Kijk, het feit dat je op de bank zit is natuurlijk niet leuk. Dus, maar dat houdt wel in dat zowel Joris als John... Je steunt ze gewoon en je hoopt natuurlijk dat ze het gewoon verschrikkelijk goed doen. Dus ik zet letten altijd wel een beetje op ze te letten en te doen. En ik zie hem al een paar keer naar de kant lopen. Dus toen dacht ik al van, dat is niet, dat is niks voor hem. Want als er eentje altijd doorgaat, is het Joris. Dus toen dacht ik al van, dat is niet goed. Toen kwam Luc van Acht naar me toe van, je kan beter maar misschien eventjes de warming-up een beetje gaan doen. Ja, dan voel je het al. Dan weet ik, hij is geen jongen die zich aanstelt en die zomaar eruit gaat. Maar even de warming-up, want je hebt heel kort eigenlijk iets kunnen doen. Heerlijk. Ja, om die spanning ook niet te hebben, gewoon maar nee, ga maar. Nee, maar als je nu nog daar echt helemaal druk van moet gaan maken, dit zijn de wedstrijden die je wil spelen. Moet je niet zenuwachtig van zijn. En dan blijkt opeens leeftijd een heel groot en routine een heel groot voordeel te zijn. Dus. Ja, daar ben ik zelf helemaal niet mee bezig, Jack. Wat voor mij het belangrijkste was, is op dat moment het verschrikkelijk vervelend voor Joris vind. Dat was mijn eerste gedachte. En mijn tweede was meteen van, dan moet je er gewoon meteen staan. En laten zien waarom je mee bent. Dat je niet mee bent voor de gezelligheid. En het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Ja, wat had jij voor gevoel bij die 1-0 achterstand? Nou ja. Ja, je voelt je machteloos. Dat zeg ik net al. Ik had echt het gevoel, jongens. Als we 1-0 de rust halen, had ik echt het gevoel. Dan kunnen we het nog omdraaien. Misschien dat we een paar keer geluk hebben gehad. Net voor rust. Ja. Maarten natuurlijk uitstekend gekiept. Nou, pakte weer een bal uit. Maar in de rust had ik echt het gevoel, dit draaien wij. Ja, dit draaien wij. En misschien een beetje arrogantie van die Brazilianen, maar wij hebben het gewoon perfect gedaan, tweede helft. En dan staat er de tweede helft tegen Brazilië in elftal, waar je ziet alle bouwsteentjes, die hebben gewoon gewerkt tot dit. Wat ik vond, wat ik heel erg voelde, en dat voelde ik al voor de wedstrijd eigenlijk, is dat gewoon het geloven was. Het was niet van, het zou leuk zijn om te winnen. We wisten gewoon eigenlijk dat we zouden winnen. Dat is nu heel arrogant en makkelijk te zeggen. Hij wist van tevoren gewoon van deze pot te pakken. Maar wat er gebeurt, we pakken hem. En dan is wat Joris zegt, is goed dat het met rust 1-0 staat. Want de eerste helft, ik weet niet of we veel minder waren. Maar hun waren wel gevaarlijk. Vlagen waren ze heel gevaarlijk. Ja. En als je dan 1-0 in de rust komt, en dan weet je. Dirkie die riep het eigenlijk meteen al. Dat we binnenkwamen, we scoren altijd.
Dat was ook zo. Wat een maf seizoen heb jij, man. Ja, ongelooflijk. Zit hij ook met het shirt van de man die een rode kaart heeft? Ja, maar die kwam net in de dopingcontrole, kwam ik hem tegen. Ja, want jij moet naar de dopingcontrole. Ja, daar zit ik nu. Hij staat daar te wachten. Hij staat daar te wachten? Ja, goed. Zie je? Ga maar plassen, jongen. Ja, ga doen. Oké. Goeie reis, jongen. We zien elkaar straks. Sterkte. Sterk.